Ja, hier gebeurt het dus. Dit is de eerste buurtbeursvloer in Leidsche Rijn. En die wordt georganiseerd door de Vrijwillige Centrale Utrecht, Welzaam en Doenja. Mooi toch? En wat gebeurt hier vandaag? Vandaag organiseren we de buurtbeursvloer Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. En dat is een evenement waarbij eigenlijk lokale wijkbewoners met elkaar maatschappelijk netwerken. Dus bijvoorbeeld lokale ondernemers bieden iets aan en lokale buurtinitiatieven of vrijwilligersinitiatieven zijn ergens naar op zoek. En nou, zo netwerken ze eigenlijk met elkaar en worden er allerlei matches gemaakt tussen het vraag en het aanbod dat er is in de wijk. En dat is heel breed, van de Rabobank tot aan een losse buurtbewoner die bezig is met een weggeefwinkel bijvoorbeeld. En ik heb begrepen, het gaat niet echt om vrijwilligers te krijgen, maar het gaat echt puur om de matches. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Het gaat echt om het leggen van de contacten in de wijk. En het gaat ook over het uitwisselen tussen ondernemers en bedrijven en lokale ZZP'ers. En die willen zich vaak niet binden als vrijwilliger voor een lange tijd. Maar wel bijvoorbeeld iets anders aanbieden, zoals spullen of advies of wellicht een bedrijfsuitje. Ja, want stel je voor, hoe moet ik zo'n match voorstellen? Bijvoorbeeld, er is een organisatie en die is op zoek naar een lunch, een fijne lunch om iedereen te bedanken die al jarenlang actief meewerkt. En dan is er de lokale plus en die zegt, ik wil dat best sponsoren voor een keer. Of er is iemand die is heel hard op zoek naar een goede banner. En dan is er een lokale ondernemer en die zegt, ik wil best een keer een banner voor jullie maken. Jullie hebben al een beetje een match misschien. Wat hebben jullie besproken? We hebben besproken waar we allemaal werken of wat we doen in het dagelijks leven. Dus eigenlijk waren we daar nog een rondje van aan het maken. Ik heb het idee dat jullie al een beetje een match aan het worden zijn. Nou, we zijn daarover aan het brainstormen. En wat voor match moet het worden? Nou, dat was jouw vraag. Hè? Ik speel in een speelfilm over Leidsche Rijn. En ik zou het heel leuk vinden als in de tijdschrift Leidsche Rijn Magazine daar een stukje over geschreven werd. En dan kom je dan een redactrice tegen. En ik denk, ik grijp mijn kans. De eerste match. Ik ben benieuwd. Dat klopt. Ik ben Iris van Raum, openbare expositieplaats bij het Berlijnplein. En ik heb een match met... Met mij, Lonnie. En wie is mij? Lonnie Derwoord van het Inbetween Café Leidsche Rijn. En de match is? Wij hebben twee vacatures binnenkort. En het blijkt dat Lonnie weer een heel netwerk heeft van mensen die een baan zoeken. Dus op die manier zijn wij een match. Volgens mij is er hier een match. Ja, dat is zeker een match. Daar zijn we heel blij mee. En wat is het voor match? Het is een match tussen Rijnaarden en Emmaus. Wij hebben als Rijnaarden als voor de woonlocatie Drie Ringen... computers en of iPads of tablets gevraagd, zodat onze cliënten gebruik kunnen maken van die apparatuur om mee te kunnen in de wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt. En hier is een match ontstaan. Zien jullie goed in gesprek? Wat voor match gaat dit worden? Ik ben nog aan het luisteren en ik ben hier met een aanbod. Hè. Ik ben van Rabobank en ik wil kijken hoe wij de samenleving kunnen versterken. En ik ben net in gesprek en er wordt nu uitgelegd welk nieuw initiatief je aan het ontplooien bent. Ik weet het nog niet, maar ik sta overal open voor. En wat voor initiatief ben je aan het ontplooien? Wij zijn eigenlijk in januari in gesprek gegaan met de gemeente Utrecht om een leegstuk terrein... bij station, in het stationgebied nieuw leven in te blazen. Om daar eigenlijk een ruimte te creëren waar buurtinitiatieven een plek krijgen om te starten. En wat zou de Rabobank daarmee kunnen doen? We hebben sowieso een netwerk. We hebben kennis. We kunnen misschien meehelpen om wat meer exposure te genereren.
Kapitaal hebben we natuurlijk ook. We zijn een bank, dus we kunnen aan sommige goede initiatieven ook een financiële bijdrage leveren. Maar dat hangt er helemaal vanaf hoe en wat. En het leuke van die beursvloer vind ik eigenlijk, is dat je kan allerlei ingewikkelde aanvraagprocedures gaan verzinnen. Maar hier kom je gewoon in gesprek met elkaar en gaat het veel sneller. Dus superleuk initiatief.